So one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything. Vier mannen hebben zich laten opsluiten. Ze hebben zich ter beschikking gesteld aan elkaar. Ze weten alleen niet meer zeker of dit vrijwillig is. Het heeft iets te maken met een gevaar voor zichzelf en daardoor een gevaar voor de anderen. Dit is de ruimte waar het gebeurt. Of waar het gaat gebeuren. Of waar ze erachter komen wat er gebeurd is. Wie zijn ze en wie spelen ze? Wat is echt en onecht? De dag begint in elk geval met een vast ritme. Ik heb dus begrepen dat we pas weg mogen als we eruit zijn. Nou, als we eruit zijn, dan zijn we al lang weg. Ja. Wat zullen we eens gaan doen? Maakt mij niet uit. Peter? Dat maakt mij ook niet uit. Bedenk jij het maar. Ja, ik vind alles goed. Ik pas me wel aan. Ik heb niet speciaal een voorkeur. Ed? Ik pas me wel aan. Ja, ik doe gewoon mee. Ik vind alles leuk. Alles? Ja. Nou ja, als we maar iets gaan doen. Iets ja. Met elkaar? Ja, nou, dat hoeft voor mij niet speciaal. Nee, we kunnen ook dingen apart doen. Of in tweetallen. Zeg jij het dan maar gewoon. Ja, wat wil je zelf? Ja, ik weet wel wat, maar ik wil even weten wat jullie willen. Nee, maar zeg gewoon waar jij zin in hebt. Nee, maar ik ga je toch niet een beetje mijn eigen zin doordrijven? Wel nee, zo zien we dat helemaal niet. Jij mag het gewoon allemaal bedenken. Dat is toch fijn? Dat maakt mij gewoon niet zoveel uit. Mij ook niet. Mij nog minder. Ik wil gewoon geen ruzie. Wat? Nee, niks. Hij zegt dat hij zich ook wel aanpast. Want anders zijn we langer bezig met denken dan met doen. Maakt toch niet uit wat wij vinden. Wat? Nee, niks. Waar heb jij nou zin in? Ja, zeg jij nou maar gewoon waar jij zin in hebt. Anders krijgen we weer een donderspeech. Wat? Nee, niks. Wat moeten we anders straks gaan eten? Wat vind jij? Ik vind alles lekker. Ik ook. Waar heb jij zin in? Nou, ik heb zin in vis. Nou, dan doen we dat. Of pasta. Dat is ook lekker. Ik vind het allemaal goed. We kunnen ook iets halen. Ja, dat vind ik een goed idee. Wat zullen we halen? Maakt mij niet uit. Ik vind alles lekker. Bovendien, je luistert toch nooit. Wat? Nee, niks. Zeg jij nou gewoon wat je vindt dat wij moeten gaan halen? Wij zijn gewoon heel erg makkelijk, hoor. Zeg dan gewoon eens wat je wil of wat je vindt, man. Dat is bij jou heel moeilijk, Joep. Wat? Nee, niks. Laat nou maar. Ja. Nee, niks. Laat maar. Ik heb het idee dat jullie iets verborgen van me houden. Dat jullie gewoon iets niet durven zeggen of zo. Maar waar slaat het op, man? Je kan toch alles tegen me zeggen? Ik zeg altijd, gewoon open en eerlijk, dat werkt altijd het beste. Nou, dat hoeft niet altijd zo te zijn. Nee, ik denk ook niet dat je zomaar altijd alles tegen iedereen moet zeggen. Nou, dat vind ik dus wel. Nou, dan gaat een leuke avond. Wat? Nee, niks. Laat nou maar. Nee, jij gaat het nu gewoon even zeggen, Peter. Nee, maar het is niet heel belangrijk. Het is niet heel belangrijk, maar je gaat het toch even zeggen. Kom. Zeker weten? Ja, schiet op, man. Je kan toch alles tegen me zeggen, man? Jawel, dat is ook zo wel. Kijk. Ja? Waarom we jou heel graag het initiatief laten... Ja? Of dat we graag hebben dat jij dan maar de beslissing neemt. Jezus, zeg het nou gewoon, man! Jij kunt nogal dwingend zijn. Oh. En dan vraag je aan ons ook wel of wij ook nog een idee hebben. Maar dan laat je gelijk merken dat het niet zo'n goed idee is. Nee. Dat jij een beter plan hebt. Want jij vindt van jezelf altijd dat je een beter plan hebt. Ja. Omdat jij denkt dat je er langer over hebt nagedacht. Ja. Jij vindt jezelf ook slimmer en beter. Nee. En als wij dat niet vinden, dan voel je je direct persoonlijk aangevallen. En dan kun je uit het niks onredelijk kwaad worden. Dan wordt er altijd iets bijgehaald van minimaal 10 jaar geleden. Iets wat wij jou ooit hebben aangedaan. Maar dat moet nu nog een keer goed worden gemaakt. Nee. Jij hebt ook een sluimerende arrogantie. Je bent totaal niet echt geïnteresseerd in ons. Het is een bedachte interesse. Okay, het is een betrokkenheid in de vorm van een suikerspin. Je neemt een hap, maar je blijft met een lege mond achter. Wij zijn de hele dag bezig met jou een beetje tevreden houden, want zolang jij tevreden bent, dan kunnen we even door. Ja. Zolang we jou maar gelijk blijven geven, dan hebben we even geen gezeik. En daarom zeggen wij altijd, bedenk jij het maar. Joep van Deudekom. Zelfbenoemd directeur, 56 jaar, geboren uit een kruideniersgezin te Amsterdam. Toen Joep 6 jaar oud was, overleed zijn vader. Op 41-jarige leeftijd. Als mensen vroeger hoorden dat Joep geen vader meer had, zeiden ze altijd... Och, wat vreselijk. Maar Joep vond dat heel vervelend en zei altijd... Mijn vader is overleden, maar dat is helemaal niet zo erg, hoor. Misschien verklaart het wel het feit waarom hij zo vaak naar medelijden hengelt. Joep heeft ook even last van lichamelijke ongemakken gekend. Op 10-jarige leeftijd moest hij worden geopereerd omdat een van zijn teelballen niet was ingedaald. Op school vertelde hij dat hij aan de knie moest worden geopereerd. Gelukkig had hij daar een groot litteken op, wat hij bij terugkomst uit het ziekenhuis trots aan de hele klas liet zien.
Voor de vorm heeft hij nog wel een weekje mank gelopen. Tegenwoordig beschikt Joep over 2 normale, gezonde, ingedaalde teelballen, maar het blijft een slappe zak. Joep heeft ook heel veel last van jicht en wil daar erkenning voor, heel veel erkenning. Terreur is misschien een groot woord, maar ook maar niet zo'n groot woord. Maar Joep van Deudekom, bij zijn vrienden ook wel bekend als de huilenbalk, gaat hard aan zichzelf werken, omdat hij weet dat de anderen verschrikkelijk onder hem lijden. Ga je mee met de baas het bos in? Sorry? Ga je mee met de baas het bos in? Met de baas Ga je op de vier poten? Ga op de vier poten, ga met de baas het bos in, hè? Met de baas het bos in. Lekker hoor. Ja. Maar daar is nog een leuk ander hondje. Dat is een heel leuk ander hondje. Ja, kom maar, ja. Nou, die vinden elkaar gelijk al heel erg leuk, zeg. Kijk eens wat een leuk hondje. Je hoeft niet bang te zijn, hondje doet niks. Hondje doet toch niks? Hondje doet niks, die wil alleen maar spelen. Die is heel erg blij dat hij een ander hondje ziet. Die is heel blij dat hij een ander hondje ziet. Het is wel een beetje een grote hond, hè? Een hele grote hond. En aan die enorme kop te zien wordt hij nu wel wat groter. Hij wordt heel groot. Zeg, ga jij eens even kijken wat voor vrouwke dat is, want wij kennen dat vrouwke nog niet. Volgens mij is het een heel lief vrouwtje. Je bent een lieverd, hè? Ga maar kijken. Ja. Laat hem maar even. Het vrouwtje vindt dit een beetje ongemakkelijk. Ja. Wat is het? Dat is mijn poedel. Nee. Ik heb het over uw hondje. Ja, ik hoop dat het een kruising tussen een schapendoes en een poedel. Oh, wat een lief koppie zeg. Ja. Kruisingen zijn vaak veel leuker. Want rashonden zijn veel zenuwachtiger, hè? Ja. En minder trouw, hè? Maar jij bent wel trouw, hè? Jij bent een trouw. Die voor mij is ook een kruising tussen een bokser en een bouvier. Ach. Een bokser en een bouvier. Jezus. Ze zijn heel aanhankelijk, maar ze kwijlen enorm, hè? Ja. Maar ze zijn zo aanhankelijk. Zo lekker aanhankelijk. Hij is zo lekker aanhankelijk. Hij is inderdaad heel aanhankelijk, ja. Het vrouwtje thuis niet. Die is niet zo aanhankelijk. Niet meer, niet naar het baasje. Hoor je dat? Het andere hondje heeft nog wel een ander baasje thuis, hè? Maar jij niet meer, helaas. Ja, maar het gaat thuis helemaal niet goed met het baasje. Daarom is hij heel verdrietig. Daarom wil het baasje heel graag met het andere vrouwtje praten. Nou, dat andere vrouwtje gaat geloof ik weer even doorlopen. Wil jij misschien even met het andere hondje spelen? Mag je nog even met het andere hondje spelen? Nou, okay. Ga jij maar lekker spelen, hoor, ja? Ja? Ga maar lekker spelen. Ja, jij weet wel wat baasje lekker vindt. Ja. Goed zo. Ja, dat deed jouw andere baasje ook met die teef op het werk, hè? Ja. Maar dan weet je ook een keer hoe het voelt, hè? Maar daarom vindt het vrouwtje het moeilijk om nog anderen te vertrouwen. Ja, dat is ook heel verdrietig, zeg. Ja. Vraag jij eens even het telefoonnummer aan het andere vrouwtje. Zeg maar tegen het andere baasje, dat is 06-4820-830. Vraag jij eens even of het 820 of 830 is. Zeg maar dat het 830 is en dat het vrouwtje vanavond helemaal alleen thuis is. Zeg maar tot vanavond tegen dat vrouwtje. Zeg maar dat de sleutel onder de mat ligt. Ja. Nou, zeg maar dag tegen dat hondje. Ja, zeg maar dag. Hé, hey, maar dat heb je goed gedaan. Heel erg bedankt voor het contact leggen met het vrouwtje. Ik laat je nu alleen in het bos achter. Ik bind je aan een boom vast. Want baasje gaat even voor zichzelf kiezen. Dag. Peter Heerschop, de piekeraar. 56 jaar en geboren en opgegroeid in de sloppenwijken van Bussum. En Peter is een vrolijke jongen. Hij heeft een lach aan zijn kont hangen. Maar hij heeft ook sombere buien. Hij twijfelt veel, denkt diep na en kan er ook in blijven hangen. En Peter heeft ook een hele gevoelige antenne voor andermans stemmingen. Sommige mensen noemen dat empathie. Andere mensen noemen dat buitengewoon irritant. En Peter voelt zich zijn hele leven eigenlijk al miskend. Hij begon al op de middelbare school, waar hij niet serieus werd genomen, met name door de meisjes. Wat begrijpelijk was, want Peter zat in die tijd onder de acne. Hij miste een voortand, hij liep 5 jaar lang met een beugel en bij de minst of geringste spanning begon hij te stotteren. Dus we kunnen stellen, Peter moest het niet hebben van zijn presentatie. Meisjes wilden wel met hem praten, maar geen verkering met hem. Ze waren doodsbang voor dat idioot lange hoofd van hem. En Peters trouwe hondenogen roepen onmiskenbaar medelijden op. Maar dames, trap daar niet in. Want Peter wil maar één ding, dat hebben we net alweer gezien. En Peter staat bekend onder zijn vrienden als de emotieterrorist en heeft aandacht nodig. Heel veel aandacht. Maar daar werkt hij aan, omdat hij weet dat zijn vrienden daar wel een beetje klaar mee zijn.
Trainer. Jan Willem. Zeg het eens, jongen. Goed getraind. Geef het hesje maar aan de trainer. Dankjewel, jongen. Trainer? Ja, jongen. Ik ben bang dat Romano vreemd gaat met mijn vrouw. Dat weet ik wel zeker. Maar wat wil jij dat ik eraan doe als coach? Nou, dat u gelijk ingrijpt. Juist als coach, u bent toch verantwoordelijk voor het hele team. Dat kun je toch niet binnen één team hebben. Ik heb daar grote moeite mee. Ik zie dat na de training staat Romano onder de douche uitgebreid zijn hele apparaat in te zeepen. Denk ik, ja vriend, ik weet wat jij er allemaal mee uithaalt. Ja. Niemand is groter dan het team. Jan Willem. Eén voor allen. Jan Willem, voordat we ons door die bergvoetbalclichés heen moeten worstelen, even wat dingen kraakhelder neerzetten. Romano is onze spits. Onze verdette, de belangrijkste man, de man die de goal scoort. Jij bent een rechtsback. Schakelt je mannetje uit, doe je prima, sober, gedegen, maar verder niets bijzonders aan. Romano is een gevoelsmens, een Braziliaan. Dat is een volk dat heel veel behoefte heeft aan warmte, aandacht en erotiek. Als Romano zich lekker voelt, zit hij goed in zijn veld, scoort hij veel goals, is het een hele belangrijke man voor ons team. Een hele bijzondere voetballer. Ja of nee? Jawel. Jij bent geen bijzondere voetballer. Maar je hebt wel een hele bijzondere vrouw. En daar ben je ook op gescout. Ja, dat wist ik niet. Ja, dat wist ik wel. Als Romano een paar keer per week met je vrouw naar bed gaat, hè, en pakt elke keer 3 puntjes voor ons, moet ik uit teambelang als coach helaas de andere kant op kijken. Begrijp je dat? Een paar keer per week? Ik ga ook even helder zijn. Stel je voor, jij neukt de vrouw van Romano. En Romano gaat in de put. Heb ik wel een rechtsback die fit achter zijn mannetje aanloopt, maar geen spits die hem daar aan de voorkant 30 keer inschiet. Begrijp je dat? Nee, dat is precies hetzelfde. Ga het anders uitleggen. Jammer, luister. Stel je voor, ja, iemand had een scheet in de kleedkamer. En jullie moeten lachen. Het verhoogt de sfeer. Jullie gaan beter voetballen. Dan vind ik dat als coach een functionele scheet. Ja. Maar stel je voor, iemand laat een scheet tijdens mijn wedstrijdbespreking. Het stinkt, het ondermijnt mijn gezag. Dan vind ik het een dysfunctionele scheet. Begrijp je dat? Ja, dat begrijp ik. Gaan we helemaal terug naar Romano. Vorige week heeft hij hem 4 keer ingeprikt. Nee, het waren maar 2 goals. Ja, maar hij heeft hem 4 keer ingeprikt. Nee. Hup, 2 goals, 3 punten. Ik begrijp jou ook wel. Het is heel moeilijk voor je. Je moet het zo zien. Kijk, hij schiet ze erin. Maar op een bepaalde wijze geef jij de assist. Begrijp je? Ja, dat lucht toch? Lekker kopje koffie met de trainer? Nee, ik ga snel naar huis. Zou ik nog even niet doen. Ik heb honger. Mama, papa heeft honger. Nou, zeg maar dat mama niet kookt vanavond. Mama heeft geen zin om te koken vanavond. Ik ga buiten spelen. Nee. Kom even terug. Want je vader en moeder willen even met elkaar praten. Vraag jij eens even aan je moeder hoe het zit. Papa wil weten hoe het zit. Zeg maar dat wat mij betreft niks veranderd is. Wat mama betreft is er niets veranderd. Vraag even wat voor soep dit is. Wat voor soep is dit? Van een zakje. Het is van een zakje. Heeft ze er soms ook met de voeten in geroerd? Papa vindt het niet zo lekker, geloof ik. Ik ga buiten spelen. Nee, blijf nou even hier, want je vader en moeder zijn nog lang niet uitgepraat. Zeg maar tegen je vader dat hij wat mij betreft op kan rotten. Mama wil scheiden. Mama wil scheiden. Waar wil ze naartoe dan? Waar gaat u naartoe dan? Ik ga naar Joke. Naar tante Joke. Waar laat ze jou dan? Waar laat u mij dan? Ja, jij kan niet mee, jongen, want Joke heeft zelf al 3 kinderen. Ja, en ik kan ook niet voor je zorgen, want ik moet weer aan het werk. Bovendien, je moeder wilde een kind. Ik zat er niet op te wachten. Papa zat niet op mij te wachten. Nee, en ik hoopte ook op een makkelijk kind. Maar goed, als ik naar die familie van je vader kijk. Hoe bedoelt ze? Hoe bedoelt u? Laat maar zitten, jongen. Ga jij maar lekker buiten spelen. Ze bedoelt dat getraumatiseerde gezin van u dat na de oorlog uit elkaar is gevallen omdat niemand elkaar meer liefde kon geven. Oké, we gaan de oorlog erbij halen. Zeg even tegen je moeder dat ze nu dus uit moet gaan kijken. Mama moet uitkijken. Dat wordt weer janken straks. Ik wist niet dat ik met zoveel verdriet vol zat. Mama vindt u een hol vat. Ja. Zeg jij eens even tegen je moeder dat ze ook een keer een beetje normale kleren aantrekt. Vuile slet! Altijd met die feministische hangtieten zonder bij haar in die slobbertrein naar de Jumbo. Dat zegt papa. Ik ga mijn fuchsia's water geven. Oh, mama zegt dat u niks meer klaarspeelt met dat uitgedroogde hangplantje van u. Oh nee, nou tante Agathe die vindt het allemaal heerlijk. Die maakt van een dode graspol nog een klim op. Tante Agathe die vindt het allemaal heerlijk met die groene vingers van haar. Weet u hoe ze tante Agathe in de buurt noemen? Zeg maar. Tante Spagaat. Ja, smerige, vieze, vuile, gore hoerenloper die je bent. Ik vind het opwindend als je me smerige, vieze, vuile, gore hoerenloper noemt. Oh, is dat zo? Ja. Oh, is dat zo? Ja. Oh, nou, dat is lief dat je dat zegt. Dan blijven we nog wel even bij elkaar, hè?
is ook beter voor de kinderen. Want jij mag toch ook niet te dupe worden, jongen. Nou, vertel eens. Hoe was het vandaag op school? Helemaal niet goed. De meester vond dat ik er slecht uitzag. Die vroeg zich af of er thuis iets aan de hand was. Wat een slappe lul, zegt die meester. Dat speelt hij via jou. Dat durft hij niet rechtstreeks tegen ons te zeggen. Maar dat durft hij wel, maar hij wilde vandaag niet bellen omdat hij bang was dat hij mijn verjaardag zou verpesten. Oh god, ja, je bent jarig, hè? Oh, ja. Nou, zullen we dat dan nog even vieren dan? Hippe de piep. Hoera. En nou naar buiten. Figo Waas, de tussenpersoon. Hij is geboren in 1962, maar hij beweert dat hij nog altijd pas 39 jaar oud is. Figo's vader heeft als een zoon van een Joodse vader in de oorlog veel ellende mee moeten maken. Figo wil heel graag de verhalen van zijn vader horen, maar zijn vader kan daar niet over praten. Die zegt dat hij in die tijd al zijn tranen vergoten heeft. Figo's moeder was naast hoofd van een basisschool ook een feministe van het eerste uur. En dat gaf in een gezin met voor de rest alleen maar mannen nogal eens wat problemen. Toen Figo's moeder een tijdje min of meer ernstig ziek was, toen moest Figo 2 weken logeren bij een vriendje van hem. En daar heeft hij op 12-jarige leeftijd zijn eerste erotische ervaring gehad met het 13-jarige zusje van dat vriendje. Die erotische ervaring die bestond uit donse veertjes in elkaars bilspleet duwen. Ik kom hier later nog uitgebreid op terug. Figo is een vriendelijke jongen. Hij voelt zich altijd verantwoordelijk voor de sfeer tussen 2 mensen. Maar als de sfeer tussen die 2 mensen slecht wordt, dan gaat het ten koste van de sfeer in hemzelf. Maar dat uit hij niet. Hij kan heel moeilijk over zijn gevoel praten. Maar neem van mij aan dat hij van binnen werkelijk op ontploffen kan staan als hij het gevoel heeft dat hij te weinig ruimte krijgt of dat hij niet helemaal serieus wordt genomen. Figo neemt de belangrijkste beslissing in zijn leven puur op intuïtie. Hij heeft niet zo'n goede intuïtie. Maar Figo Waas, ook wel bijgenaamd de vulkaan, heeft hulp gezocht om zich wat beter te leren uiten. En volgens hemzelf gaat het al een stuk beter. Maar nemen anderen niet de moeite om dat zo bij hem te zien. De mensen zeggen wel eens, jij hebt geen gevoel in je lijf. Je liet je kroost in de steek en je ranselt je wijf. Maar dat doe ik voor een bestwil. Ze moeten weten wie de baas is, dat het leven vaak zuur en iets van zoete speculaties. Want ik hou van de mensen, hoewel ik ze vreselijk haat. En ik schrik van iets liefs, ach, er ligt toch mijn naad. Het komt allemaal door vroeger, door mijn vader en mijn moeder. Ze hebben me tot diep in mijn kloten vertart. En ik zou wel eens aardig willen zijn, maar ik heb pijn, die verdomde pijn. Ik heb pijn in mijn gouden hart. Ik hou ook van dieren, dat mag je best weten. Al trapte ik laatst een kikker dood en heb hem in zijn bek gescheten. Of neem de allochtonen, ik maak ze af, ik scheld ze verrot. Maar daar heb ik zelf last van, daar zit ik echt kapot. Tevens leef ik me uit op de junks, die jat om te spuiten. Nou spuit ik zelf ook, maar dat is anders, ik kan er niet buiten. Het komt allemaal door vroeger, door mijn jong met zijn handjes. Ze hebben me tot diep in mijn kloten gedacht. En ik zou wel eens aardig willen zijn, maar ik heb pijn, die verdomde pijn. Ik heb pijn in mijn gouden hart. Momenteel ben ik een simpel mens, met al mijn fouten en fataliteiten. Maar de wereld moet me niet, dat is kut, maar het zijn de feiten. Wie wil er van me houden? Ik wil af in die tijd. Af in die tijd. Ziet er geen enkele vrouw hier in Gouda hoeveel deze gozer lijkt. Het komt allemaal door vroeger, omdat ik zo mooi ben. Ze hebben me tot diep in mijn kloten gedacht. En ik zou eens aardig willen zijn, maar ik heb pijn, die verdomde pijn. Ik heb pijn in mijn hart. Het komt allemaal.
Wat zeggen? Wat moet ik zeggen? Zelf doen. Oké. Okay. Eddy Bewaar. Geboren in augustus 1951 te Indonesië. Maar hij zegt dat hij pas 65 is. En dat is ook zo. Toen hij nog een babytje was, liep zijn moeder een keertje met hem in zijn armen naar een straatverkoopstertje om pindaatjes te kopen. Ach, mevrouw, wat heeft u daar een prachtig babytje. Plots zag ze die enorme moedervlek in zijn nek. Maar mevrouw, dit kindje gaat later bewonderd worden. Er zullen heel veel mensen op hem afkomen, ja. Maar wacht even, hij wordt ook heel erg oud. Hij wordt 83 jaar. Dat was het. Even door. Mijn allereerste optreden voor een publiek was in Makassar, Indonesië. Ik was pas 7 jaar oud. Mijn vader gaf een heel groot feest voor zijn collega's en voor zijn vrienden en familie. En ik mocht wat langer opblijven. Plotseling hoorde ik mijn vader tegen iemand zeggen van... Weet je, ons Edje, die kan hartstikke goed Elvis zingen. Ik was fan van Elvis Presley. Tjobbe Edje, zing even een Elvis liedje voor ons. Ik schrok. Ik kon toch eigenlijk helemaal niet zingen? Maar de gedachte om voor een publiek op te treden, dat vond ik wel spannend. Dus ik raapte de moed bij elkaar, ik pakte een stok als gitaar... en zong zo rock'n'roll mogelijk, heupwiegend... het lied Let's Have a Party van Elvis Presley. Ik kreeg een gigantisch applaus. Iedereen begon te juichen. En daar kreeg ik zo'n kick van. En ik dacht bij mezelf... met bluff kom je nog een heel eind. People, let's rock. People, let's roll. Moving and grooving and satisfy my soul. Let's have a party. Woo, let's have a party. We're gonna send them to the store to buy some more. We're gonna have a party tonight. Well, I never kissed a bear, I never kissed a goo, but I can shake a chicken in the middle of the room. Let's have a party. Ooh, let's have a party. Well, you can send them to the store to buy some more. We're gonna have a party tonight. Dankjewel. Geweldig. Goed hoor, Ed. Echt te gek, Ed. Ja. En zeker op jouw leeftijd. Ja. Ed, ja? Kom er even bij, joh. Want ik wil even met je praten. Oh. Ja. Wij willen even met je praten. Ja, wij. Het is toch namens ons? Heb je toch net besproken? Ja. Waarom zeg je dat ik wil even met je praten? Nou, ik wijs je erop dat je dat dus heel vaak doet. Het is altijd, als het namens ons gaat, is het toch weer ik. Het is de zelfbenoemde voorzitter. Het is toch weer the world according to Joep van Deudekom. Ik wil even dit, ik wil even dat. Sorry. Nee, het gaat me nu echt... Ja, we zouden alles uitspreken. Laat ik hiermee beginnen dan. Oké, ik deed het niet expres. Zal ik het even overnemen, Patrick? Peter bedoelt het helemaal niet slecht. Als jij nou gewoon even je mond houdt. Tussenuit blijft... Ik ben niet achterlijk, hè? Nee. Sorry, Peter. Oké. Ik zal het niet meer doen. Ja? Hij heeft ik doe het gewoon namens ons. Oké, goed. Ed? Ja? Wij willen even met je praten. Dat is toch geen goede wij? Geen goede wij. Wat? Nee, je ziet de aanhalingstekens in de lucht ernaast hangen. Zeg nou gewoon een keer goed wij. Oké, Ed? Ja. Wij? Ja. Prima. Wat doe je daarna nou met je gezicht? Nick? Ja, jij doet daarna wel wat met je... Ja, dit is boven heel slecht te zien, maar Joep die deed daar... Die zo deed hij. Zeg nou gewoon één keer gemeend wij. Ik zal het zo oprecht mogelijk doen, ja? Ed? Wij hebben het erover gehad. Prima. Ik wil even met je praten. Ed, je bent al heel lang bij ons en naar volle tevredenheid. Ik vind dat je het fantastisch doet. Nou, dat is fijn. Maar ik wil nog iets anders zeggen. Ja. Ik vind dat je ook... Jij bent een goed mens. Nou, dat vind ik leuk om te horen, Joep. Daar wil ik heel graag bij aansluiten, Joep. En inderdaad, je bent een goed mens, maar je hebt ook heel veel andere talenten, Eddie. Je kan dansen, je kan zingen, je kan drumspelen, je kan gitaar spelen. Mm-hmm. Maar at the end kunnen wij geen onderscheid maken, Ed. Nou, je moet wel begrijpen, als mens hebben wij er hele grote problemen mee. Maar
Ja, ons verstand zegt nu even dat we niet anders kunnen. Ed, ga even zitten. Ja. Ed, wat ik nu ga zeggen, dat moet je niet persoonlijk opvatten. Maar het punt is, Ed, jij zuigt mensen aan. Snap je? Je bent een aanzuiger. Je bent een grote bruine lolly waar iedereen een likje van wil komen nemen. Ja. Kijk, en de mensen blijven plakken aan die lolly. Die pakken die lolly vast, die blijven ook gelijk plakken. Kijk, als wij jou hier zouden laten blijven in Nederland, wat wij wel willen, want wij vinden je een leuke kerel. Maar dan zuigt dat andere mensen aan. Want andere mensen die zien jou hier en die denken ook gelijk van, ja, maar wacht even, die hoort hier ook helemaal niet. Dus ze kunnen mij ook wel komen. Dus zonder dat jij het wil, ben je gewoon een enorme zuignap. Ja. Een wandelende magneet voor gelukzoekers. Jij zegt eigenlijk, kom allemaal maar binnen met je knecht. Ja, maar ik woon hier al heel lang, hè. Ja, en wat vind jij dan heel lang? Nou, ik woon hier al 55 jaar. Ja, maar dat is eigenlijk nog veel erger, dat je hier al zo lang woont. Ja. Ja, want dat horen die gelukzoekers ook en die denken, wacht even, als ik dus eenmaal in Nederland ben, dan mag ik gelijk 55 jaar blijven. Maar die mensen komen er ook nog achter dat jij een beetje bekend bent in Nederland. Ja. Je bent, ja, je bent af en toe op de tv, nou. Je staat op de parade, je staat gewoon op het podium met mensen zoals wij. Ja, ja, maar dat horen ze toch ook daar in het Midden-Oosten en in Noord-Afrika. Die denken, hey, als ik naar Nederland ga, dan word ik dus bekend. Ik kan het geld gewoon uit de muur trekken. Ik krijg er een Nederlandse vrouw bij. In jouw geval zelfs een paar. En vaak veel te jong. Dus we doen die mensen, die stappen allemaal op zo'n half lekker rubberboot op de Middellandse Zee. Hè? Met gevaar voor eigen leven. Alleen maar omdat jij hier ook bent. Ik weet niet of jij de foto vorig jaar van het jongetje op het strand hebt gezien. Nou, ja. Dat vond ik hartverscheurend. Maar dat moet jij toch ook helemaal niet willen, Ed? Dat door jouw aanzuigende merken mannen en vrouwen en kleine kinderen verdrinken in die grote Middellandse Zee. Nee. Ja, want dat is dus wat je uitstraalt. Mensen, stap allemaal maar op je lekker rubberboot en ga wat mij betreft maar naar de zeebodem. Dus wat wij gaan doen, Ed, wij gaan jou opvangen in je eigen regio. Ja. Je bent geboren Manado, Sulawesi, Celebes, dat oude spinneneiland is nog van ons geweest, hè? Sterker nog, daar heeft mijn vader nog gevochten voor onze vrijheid. We brengen je natuurlijk wel weg. We gaan een week vakantie plakken eraan vast. We gaan wat snorkelen, wat duiken, wat gamelanbeentjes beluisteren, wat satékjes eten. Tuurlijk. En jij pakt je levertje daar gewoon weer op. Ja, maar ik heb daar nooit een levertje gehad. Maar je pakt het toch gewoon weer op. Baby, let me be your loving teddy bear. Put a chain around my neck. Lead me anywhere. Oh, let me be your teddy bear. I don't wanna be a tiger. A tiger plays too rough. I don't wanna be a lion. A lion ain't the kind I want love. I just wanna be your teddy bear. Bye, 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 Eddie, beware. Allemaal van harte welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Verenpracht. Ik heb twee geweldige gasten voor u. U heeft ze natuurlijk al achter me zien zitten, Frank en Fred. U heeft ze natuurlijk ook al herkend. Maar mag ik een groot applaus voor de gasten van vanavond, Frank en Fred. Ja, hey! Frank en Fred! Frank en Fred! Frank en Fred! Frank, geweldig! Geweldig! Ja, ja. Laten we snel beginnen. Ja, mensen zijn natuurlijk super enthousiast om jullie te zien. Ja. Frank, mag ik met jou beginnen? Ja. Wat een geweldig kinderboek heb jij geschreven. Ik kreeg het gisteren, ik was gefascineerd. Ik heb het in één ruk uitgelezen. Nou, dankjewel voor het compliment. Maar ik wou ook even zeggen dat ik jou een fantastische presentator vind. Juist. En ik vind het echt ongelooflijk leuk om hier te mogen zijn. Dat is fijn om te horen, maar laten we eventjes doorgaan over dat heerlijke kinderboek van jou. Want wat is dat magistraal samengesteld. De illustraties waren werkelijk subliem, maar de afwerking, het verhaal, ik vond het allemaal indrukwekkend. Ik denk dat jij de grote kinderboekenprijs niet kunt ontlopen. Mag ik ook wat zeggen? Ik heb het boek ook gelezen. Ik vond het inderdaad fabuleus. Ik heb in ieder geval nog nooit zo'n goed kinderboek gelezen. Dankjewel. Fred, we komen zo te praten over die magnifieke
magnifieke film die jij hebt afgeleverd. Maar nog even door over dat kinderboek. Frank, wat heb je ons weer verrast. Er zagen dingen in die plotontwikkeling, die was zo subliem. Maar voor alle leeftijden, juist voor die kinderen die dan net eventjes verheven worden. Diep respect, ik ga er geen woorden meer aan vuil maken. Ga jij gewoon eens even staan. Jawel, ik heb hier een veer en dan moet jij eens raden waar ik hem in ga steken. Alsjeblieft hoor, nou. Ja, dankjewel, maar dan wil ik ook een duit in het zakje doen, want ik vind jou echt een fenomenale presentator. Maar alsjeblieft. Nou, voor een duit in het zakje zat je eigenlijk iets te hoog, maar voilà. Fred, kom jij er eens bij zitten, want wat een fantastische film heb jij afgeleverd. Het was humor, het was spanning, mensen op de première zaten op het puntje van een stoel. Dit hadden ze niet meegemaakt. Chapeau, chapeau, geweldig. Wat heerlijk om te horen, juist van jou, want ik bewonder jou zo om je goede smaak. En inderdaad, wat een verschrikkelijk goede presentator ben jij, zeg. Het kan wat mij betreft niet vaak genoeg gezegd worden. Wat een verschrikkelijk goede presentator ben jij, zeg. Waarvan achter? Maar nu weer snel door met dat schitterende filmproject dat jij hiermee hebt afgerond. Die trilogie. Maar dit was het einde. Ja. Dit was absoluut de beste. Ga jij er ook eens voor staan? Oh, ja, ik ga er ook geen woorden. Ook jij hebt natuurlijk recht op een grote veerder. Maar dan komt er ook presentator. Gooi hem er maar in. Oh, ik heb de film nog helemaal niet gezien. Maar ik vind hem nu al monumentaal. En dan komt deze nog bij. En deze doe ik gewoon lekker bij mezelf. Nou, dit was Verenpracht voor vandaag. Morgen zijn we er weer met precies dezelfde gasten. Ik weet dat dit de moeilijkste dag uit mijn leven is. Weet je, op het moment dat je hier dat terrein betreedt, je voelt gewoon de beklemming. Als je dus bedenkt dat al die vrouwen en die kinderen en die mannen hier een laatste station aandeden en dan was het gewoon allemaal afgelopen. Afschuwelijk. Voel je ook niet dat het gewicht van de geschiedenis ons met twee poten in deze klei duwt? En vind ik mooi gezegd, Effie. Ja. Weet je wat ook echt tot mij doordringt? Dat een deel van jouw familiegeschiedenis zich echt hier heeft afgespeeld. Ja, Peter. Hier zijn heel veel waasjes achtergebleven. Ja, verschrikkelijk. Peter, wat doe je nou? Oh ja, je staat precies voor de rails. Kun jij iets daarachter gaan staan? Nee. Voor de rails? Joep, wat doe jij? Ja, ik probeer die schoorsteen erop te krijgen. Maar dit, Ja. Heb je dat nou ook, Peter, dat die foto's allemaal zo flats en zo vlak is? Ja, maar dat komt vooral door die barakken. Die zijn allemaal zo grijs. Die kunnen wel een likje verf gebruiken, volgens mij. Sir, excuse me, gentlemen. No selfies here, please. Hè? Wat? Sorry. Kein selfies bitte. But I am not selfish. Nee, dat is yes, but no self... No selfies hier. Gaat deze oude suppost nou bepalen waar wij wel of geen foto of filmpje van mogen en maken? Op deze plek? Dit is ongelooflijk. Dit is het symbool voor de vrijheid van meningsuiting voor ons soort maar mensen. Maar het mag niet. Ja, ik leg hem even uit wat beschaving is. Ja, wat het woord beschaving inhoudt. Sir, ik zal het even. Sir. Ja. This is not for me. No. Because I have many followers on Facebook en on Twitter. En I do this. Voor them. Yeah, no selfies here, please. Hey, moet je kijken, hij heeft een nummer op zijn arm. Wat? God, Fiek, het is een originele. Sir, are you a real survivor from the camp? Yes. Lieve vloggers, ik sta met een echte overlever van het kamp. Kijk, hier zie je duidelijk het nummer op zijn arm. Het is geen telefoon. Sir, will you tell to my followers? Yes, were you long in the camp? Yes. Too long. Yes. And how many kilos was left of you? Yes, sir. Ik ben geïnteresseerd. Nou, waarschijnlijk is hij even zijn gestreepte pyjama aantrekken. Ja. Wij gaan daar niet op wachten. Wij sluiten de kamptour af voor vandaag. Maar morgen zijn we er weer, speciaal voor jullie. En dan vanuit Ponypark Slagharen. Andries? Ja. Andries, dit is dus de plek waar jij na al je drukke televisiewerk als het ware tot rust komt. Ja, ik vind het zo'n
prachtige, bijna paradijselijke plek. Ja. Soms denk ik wel eens dat God hier de evolutie is begonnen. De schepping. De schepping, ja, schepping. Ja. Maar Andries, daarom zijn wij deze wandeling niet begonnen. Nee, nee. Want jij bent vorig jaar op het strand van Kos geweest. Ja. Daar heb jij een boek over geschreven. Dat deze week ook toevallig uitkomt. Goed dat je dat er even tussen wringt. Ja. Een boek met als titel 20 minuten op het strand van Kos hebben mijn leven veranderd. Ja. Kun jij mij uitleggen wat nou het belangrijkste gevoel was dat je had toen je daar liep op dat strand van Kos? Ik denk machteloosheid. Kijk, ik stond er op het strand en ik had een cameraploeg meegenomen, want ik ga misschien een documentaire maken over het schrijven van mijn boek. En scenario. En ik stond daar dus met die mensen te wachten op die rubberbootjes. We moesten trouwens vrij lang wachten. Maar goed, uiteindelijk kwam er gelukkig zo'n bootje aan, dobberen. En die kwam bij het strand en de mensen stapten uit. En ik probeerde daar contact te maken met deze mensen. Maar ja, ze spraken helemaal geen Engels. En jij eigenlijk ook niet. Nee. Maar het mooie was, ik voelde toch een soort van connectie. Ja. Ik voelde als het ware dat ik voor deze mensen hun stem kon zijn naar de buitenwereld. Andries, het gaat natuurlijk niet om jou. Nee. Peter, kom eens. Ja. Ja. Nou, we zitten op dag 2. Ja. En dan zouden we dat probleem gaan oplossen. Dat zouden we gaan doen. En het is nou dag 2, dus we gaan het nu doen. Maar ik zit gelijk heel hoog in mijn adem. Ja. Hoor je? Dat helemaal maar daar gaan we juist van afkomen als je dit probleem oplost. Nou, laten we morgen gewoon. Nee, we gaan het nu doen. Dat kan jij. Ja, nu dat weet ik. Je bent sterk genoeg, dat weet ik. Ik ga Figo erbij roepen en we gaan het doen. Oké? Okay? Ja. Oké. Okay. Figo, kom je er even bij? Waarom? Nou, Peter heeft even wat tegen je te zeggen. Nou, Figo, Peter heeft een probleem met jou. En dat durft hij niet te zeggen. En dat is... Hij is bloednerveus. Bloednerveus. Maar Peter is toch helemaal niet nodig? We zijn bij elkaar om dit soort dingen te bespreken. Dus Figo vindt het ook heel vervelend. Hè, voor jou, als jij er last van hebt. Dus hij wil het ook gewoon graag weten. Hij wil het ook graag oplossen. Het is gewoon een hele veilige situatie, Peter. Kom op. Hè, ontspannen eventjes. Hè? Adem uit, rustig aan en vertel ze heel rustig. Wat is nou precies je probleem? Ja, Peter, Joep heeft helemaal gelijk. Dit is veilig. Tegen mij kun je alles... Snuf en snuitje, mooie parels, fijne parels, popie. Nee. Figo, even stoppen. Ja. Peter, ga je gang. Nou! Die ging al hartstikke goed. Ja. Ja. Het is toch onze eigen Miss Montreal. Ja, nee. Ja, je kunt er grappen over maken. Maar ik heb met jou een serieus probleem. Ja, met jou heb ik toch wel een stuk fruit te schillen. Ja, want ik zeg tegen jou heel vaak iets... Appel? Aardigs. Maar ik geef jou vaak een stuk fruit? Een steuntje. Maar jij geeft mij nooit komkommertje? Nee, een complimentje. Ik zeg toch heel vaak tegen jou dat je een van mijn beste vrienden bent. Maar jij zegt nooit tegen mij dat ik een van jouw beste vrienden ben. Figo, daar heeft hij wel een puntje. Ja. Ja, dat heb je nou ook, dat heb ik jou in al die jaren nog nooit tegen Peter horen zeggen. Sterker nog, dat heb je ook nog nooit tegen mij gezegd. Ja, maar het gaat nu toch om... Mij. Nee, niet om jou. Nee. Het gaat om... Mij. Nee, niet om jou. Het gaat om... Om mij? Nee, zeker niet om jou. Het gaat om hem. Om in zijn groene trainingspak. Het gaat om Peter. Kermit. Nee, niet doen. Nee, ik wil jou vragen of jij ook
een keer tegen mij wil zeggen dat ik een van jouw beste vrienden ben. Ga ik een keer doen. Nee. Ah, Figo, doe dat nou gewoon nu even. En want dan zijn we er ook weer vanaf. Dat heeft toch geen enkele zin. Als ik dat nu zeg, heeft het geen enkele betekenis. Want dan doe ik het alleen maar omdat het hij het me nu vraagt. Nee, maar dat is niet de bedoeling. Je moet het juist helemaal uit jezelf zeggen. Nu. Nou, oké, je bent even... Nee, maar dan moet je niet beginnen met nou, oké. Je moet in één keer de zin. Oké. Okay, nee, ook niet oké, want dan is het weg. Dan, ook geen nou en niet oké. En niet die gebaartjes. Nee, ook niet. Ja. Gewoon in één keer de zin. En ja, dat gaan we het toch ook doen? Ga we staan? Ja. Ah. Peter. Ja. Peter, je bent een van mijn allerbeste vrienden. Maar? Ik hoor hem maar. Ah, nee! Ja, waarom? Je kunt het toch gewoon zeggen? Je weet toch wat ik bedoel te zeggen? Het is voor mij zo belangrijk dat het een keer wordt uitgesproken. Je weet toch wat ik voel? Jij wilt toch ook dat af en toe dingen echt verteld worden? Maar je weet toch wat ik voor jou voel? Oké, jij gaat dus steeds meer op je vader lijken. Oh ja? Ja. Was gisteravond op weg naar zijn moeder om te zeggen dat hij van haar houdt. Onderweg woog hij zijn woorden. Stond stil voor haar deur met de klink in zijn handen. Sloeg op de vlucht met zijn mond vol tanden. Hij was gisternacht op weg naar zijn broer om te zeggen dat hij van hem houdt. Onderweg verloor hij de moed. Stond stil voor zijn deur met een klink in zijn handen. Verdween in de nacht met zijn mond vol tanden. Pabarabarapapara, pabarabarapapa, pabarabarapapara. Hij was vanochtend op weg naar zijn vriend om te zeggen dat hij van hem houdt. Onderweg zocht hij zijn zinnen. Stond stil voor zijn deur met een klink in zijn handen. Sloop uit het zicht met zijn mond vol tanden. Hij werd vanochtend wakker naast zijn vriendin. Wilde zeggen dat hij van haar houdt. Maar opeens stond hij al buiten. Met zijn rug naar de deur en de klink in zijn handen. Stapte in zijn auto met zijn mond vol tanden. Abarabarapapara, babarabarapapa. Pabarabarapapara, pabarabarapapa, pabarabarapapara. Als ik ooit de woorden vind, de letters en de zinnen. Als ik ooit de woorden vind. Als ik ooit de woorden vind, de letters en de zinnen. Als ik ooit de woorden vind, dan kan ik eindelijk naar binnen. Als ik ooit de woorden vind, dan kan ik eindelijk naar binnen. Als ik ooit de woorden vind. Als ik ooit de woorden vind. Toen ik jong was, toen voetbalde ik bij SDO in Bussum. Samenspel doet overwinnen, hele leuke club. Speelde helemaal niet zo hoog hoor, het eerste. Maar de jeugd, die deed het goed mee. En ik speelde altijd in de vertegenwoordigende jeugdteams. Ik ging echt van de E1 naar de D1, C1, B1, A1. Ook een beetje omdat mijn vader jeugdvoorzitter was. Maar ik was best wel een redelijke voetballer, voor Bussumse begrippen. Echt een teamspeler. Ik was een rechtshalf, maar ik vond het minder belangrijk om zelf een doelpunt te maken. Ik vond het machtig mooi om de achterlijn te halen en dan de bal panklaar voor de instormende spitsen te geven. Maar goed, waarom ik het vertel, ik was ook altijd aanvoerder in de jeugd. En ik dacht, ja, wat maakt het nou uit op die leeftijd? Nou, dat was voor mij dus wel belangrijk. Daar was ik heel erg trots op. Dan kom je toch op een andere manier het veld op met zo'n band om je arm. En dan ziet iedereen het. En dan voel je ook meer verantwoordelijk. Of dan, ja, ik weet. In ieder geval, toen ik uit de jeugd kwam en bij de senioren in het eerste team.
kon ik geen aanvoerder meer zijn. Want er was een man, die was heel lang aanvoerder. En moest ik voor het eerst spelen zonder die band. En dat vond ik moeilijk. Dus wat ik toen deed, voor de wedstrijd ging ik naar de wc... en dat deed ik stiekem onder mijn shirt toch gewoon mijn aanvoerdersband om. Ja, dan kun je zeggen, wat zielig of bijgeloof. Nou, dat zeker niet, want ik had met die band om ook best vaak wedstrijden verloren. Als ik er zelf een betekenis aan zou moeten geven... dan zou ik zeggen dat als ik in een groep mensen ben... dan voel ik me vaak de aanvoerder. Maar ik merk ook dat niet iedereen dat zo ziet. Ja, ja. En zijn er nog andere dingen uit de jeugd... die nog steeds van invloed zijn op uw dagelijks leven? Zeker. Ik heb bijvoorbeeld een vader gehad... die tot mijn 47ste nooit heeft gezegd dat hij van me houdt. Ach, en was uw vader een vervelende man? Nee, dat niet. Maar volgens mij doet het wel echt iets met je... als je vader tot je 47ste nooit zegt dat hij van je houdt. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Zo te zien bent u prima terechtgekomen. Jawel. Kijk, uw vader was van een generatie... die waren niet zo van uitgebreid vertellen dat ze van iemand hielden. Die waren meer van daden. Ik zal u zeggen, ik krijg in mijn praktijk elke week wel 3 of 4 mannen van uw leeftijd. En die komen allemaal met hetzelfde zeikverhaal. Over een vader die dan te weinig gezegd heeft dat hij van ze houdt. Misschien zeg je zelf al veel te vaak, hè? Dan heeft het helemaal geen effect meer. Eerlijk gezegd raak ik een beetje geïrriteerd door types zoals jij. En dan woon je ook nog in het rijkste deel van de wereld, hè? Hele mensenmassa's zijn tegenwoordig op de vlucht. En die springen op een half lekker rubberboot op de Middellandse Zee op zoek naar een beetje veiligheid. En meneer die komt hier piepen over een prima vader die dan iets te weinig gezegd heeft dat hij van hem houdt. Wat doe je? Stop ermee. Helemaal gek geworden. Het zijn niet eens echte tranen dit, hè? Weet je hoe we dit noemen? Dit noemen wij blustranen. Weet je wat jij gaat doen? Je gaat gewoon eens even op de gang staan. En dan ga je kapot schamen over dat mierenprobleempje van je. En dan kom je terug en dan bied je mij gewoon excuses aan. En dan betaal je €750 cash. En voortaan, voordat je hier komt, ga je even heel goed nadenken... wat het verschil is tussen een volwassen kerel en een kleuter van 5. En dan wegwezen. Hi, schat. Daar ben ik al. Nou, je bent er al, maar je bent te laat. Ik ben iets later, ja, sorry. Je bent niet iets later, je bent gewoon te laat. Ja, maar ik had nog een heel belangrijk gesprek. Misschien kan je even je excuses aanbieden dat je te laat bent. Sorry. Geaccepteerd. Goed. Nou, zullen we dan nu voor de rest een leuke avond hebben? Wat er nog van over is. Ja, ja. Hoe is het met je? Heel erg slecht. Want ik word op mijn werk niet meer gewaardeerd. En jij zegt ook nooit meer dat je van me houdt. Je zegt ook nooit meer dat ik mooi ben. Ophouden, dat zijn geen echte tranen. Dat noemen wij blustranen. Ik raak een beetje geïrriteerd door slachtoffertypetjes zoals jij. Hele volksmassa's die drijven op een lekker rubber boot op zoek naar een beetje veiligheid. En mevrouw die gaat hier huilie zitten piepen omdat ze een man heeft die misschien iets te weinig... Jij gaat zeker niet de gang op om je te schamen. Dan ga ik zelf. Ik ga niet naar school. Ik wil niet naar school. Ik ga niet naar school. Nou, stel je niet zo aan. Stel helemaal niet aan! Ik ga niet naar school. Alles is stom op school. Alles is stom. Ik denk dat het nog wel meevalt. Ik val helemaal niet mee. Alle leraren hebben de pik op mij. Allemaal. En de paar hebben zelfs gezegd dat ik het einde van het schooljaar niet eens ga halen. En als ik op de gang loop, dan word ik uitgescholden. En ze schoppen me. En ze spiegelen me gewoon in mijn gezicht. Ik ga niet. Geef mij nou gewoon eens 1 reden waarom ik vandaag naar school zou moeten gaan. Nou, ten eerste ben je de rector. En ten tweede, laat ook maar. Joep's ouders hadden toen Joep's moeder in 1958 zwanger was... aan Joep's zusjes en broer een hele grote verrassing beloofd. Helaas kwam de baby, een jongetje genaamd Paultje, dood ter wereld. En Joep's vader had de jochie toen in een houten kistje... achter in zijn auto naar de katholieke begraafplaats gereden... Maar omdat er nog niet was gedoopt, mocht hij geen grafsteen... en werd hij anoniem onder de heg begraven.
Joeps vader heeft toen op weg van de begraafplaats naar huis een kanariepietje in een kooitje gekocht. En dat werd dé grote verrassing voor Joeps zusjes en broer. Vijf maanden later stond de pastoor voor de deur om te vragen of Joeps ouders zich alweer aan het vermenigvuldigen waren. Nou, dat is Joep geworden. De man die er eigenlijk helemaal niet had mogen zijn. Want Joep van Deudekom heeft zijn bestaan enkel en alleen te danken aan het katholieke geloof en zijn doodgeboren broertje. Hé, Joep, je bent er al. Ja, je had er eigenlijk niet mogen zijn. Ik had eigenlijk je broer verwacht. Nou goed. Wat ik dan begrijp is dat jij in je jeugd te maken hebt gehad met een dominante oudere broer. Ja. Een paar jaar ouder en die liet de hele tijd merken dat hij overal beter in was. Ja, ja, logisch. Op die leeftijd scheelt dat aantal jaren nogal veel. Maar daarmee gaf hij jou een minderwaardig gevoel. En het woord is heel goed, is precies wat het zegt. Dan voel je je minder waard. En nu nog steeds, op jouw leeftijd, als iemand om je heen zich manifesteert als zo'n soort van oudere broer, dan kun je daarvan weer even verdrietig of boos worden als toen je klein was. Ja, vind ik heel moeilijk, vind ik dat. Ja, dus ja. Het bepaalt nog steeds jouw leven. Zeker, ja, zeker. Ik heb ook een collega die sprekend op hem lijkt. He, daar heb jij last van. Daar heb ik heel veel last van, ja. Houd het toch op, man. Wij hebben last van jou met je broerkonijncomplex. Je werk. Je bent lid van een cabaretgroep, begreep ik. Ja. Nou, lijkt me hartstikke leuk werk. Jullie zullen wel een hoop lol hebben met elkaar. Zijn er nog dingen blijven liggen? Zijn er dingen die opgespaard zijn, dingen die niet uitgespaard zijn? Er is één ding waar ik al jaren eigenlijk ook last van heb. Kijk, we zijn al bijna 30 jaar bij elkaar. En ik ben ook de gitarist in dat gezelschap. En er is één collega die al bijna 30 jaar, elke keer als ik een liedje begin te spelen, zit hij gewoon dwars door mijn voorspel heen te praten. Vind je zelf ook niet dat je inmiddels de leeftijd hebt om het voorspel gewoon over te kunnen slaan? Ja, hele volksmassa's die drijven op een lekker rubber boot op zoek naar een beetje veiligheid. En jij gaat piepen over zo'n mierenprobleem. Er zijn wel belangrijkere dingen. Ik ken een man wiens vader tot zijn 47ste niet heeft gezegd dat hij van hem houdt. Dan hebben we het over serieuze problemen. Nou, hoe is het thuis? Hoe gaat het bijvoorbeeld met je vrouw? Nou, het klinkt misschien heel raar wat ik nu ga zeggen, maar ik heb nogal een aantrekkelijke vrouw. Kijk, mijn vrouw is bijvoorbeeld een stuk aantrekkelijker dan de vrouwen van mijn collega's. En dat is best wel eens intimiderend. Oké. Want? Nou, ik heb de neiging om haar eens op een voetstuk te zetten. Moet je nooit doen. Je moet een vrouw nooit op een voetstuk zetten. Elke vrouw vindt het in principe heerlijk als een man heeft die duidelijk laat merken dat hij overal scheid aan heeft. Ze zal het nooit zo uitspreken, maar dat vindt wel elke vrouw. Ja, maar dan ben ik bang dat ze boos op me wordt. Maar wat doe je als een vrouw boos op je wordt? Ja, dan ga je de boel uitpraten. Ik vraag het niet aan haar, ik vraag het aan jou. Wat doe je nou als een vrouw boos op je wordt? Je gaat in ieder geval nooit je stem verheffen, want wat zeggen ze dan? Als je gaat schreeuwen, dan praat ik niet met je. Dus dat weet je wel. Dat weet ik wel, ja. Zij wil het uitpraten, nou laat haar het dan uitpraten. Dan hoef jij toch niks te zeggen. Dan laat jij gewoon, geef haar het woord en laat haar lekker maar gaan. Het enige wat je moet doen is eraan kijken en een beetje knikken. Je hoeft feitelijk niet eens echt te luisteren als je maar een beetje dit doet. Af en toe zeg je, oh wat erg, nou en laat maar gaan. 12, 13 minuutjes. Maar opeens, uit het helemaal niks, zeg je recht in de gezicht, maar nu ga je te ver. Daar snapt ze niks van. Dat krijgt ze niet bij elkaar in dat koppie van haar. Dan wil ze al excuus aanbieden, maar dan gooi jij er gelijk overheen. En weet jij op wie jij steeds meer gaat lijken? Nou, dan hangt ze aan je benen, huilend. Maar dan zeg je, te laat, ik ga nou naar mijn vrienden in de kroeg. En ik weet niet of ik thuis kom. Maar bij de deuropening roep je ook nog, ik begrijp nu wel wat je beste vriendin laatst over jou tegen mij zei. En wat ze daarmee bedoelde.
Geen dank voor de tips. Jij gaat nu even op de gang staan. Je gaat nadenken over dat mierenprobleem van je. Je gaat je kapot schamen. Je komt terug. Je biedt mij excuus aan. Je betaalt mij 1500 euro netto. En voortaan, voordat je komt klagen over dit soort trivialiteiten, ga je goed nadenken over wat het verschil is tussen echt en nep. En nou, wegwezen. Nou. Ja. Wat weten wij nou eigenlijk van elkaar, zoals we hier met elkaar zitten? Nou, ik denk te weinig en daarom wil ik jullie vragen om aan degene naast je eventjes in 3 woorden te vertellen hoe jouw dag is geweest. Ga gaan. Het is leuk om te zien, veel vrouwen doen dat ook echt, maar alle mannen denken ja. Ja, het hoeft ook helemaal niet, nee. Nee, ik wil met jullie wel een experiment doen. Dat experiment heet Ga maar staan als. Nou, ik schets zo direct iemand, een persoon of een categorie waar je toe zou kunnen behoren. Als je nou denkt, ja, dat gaat over mij, dan is de vraag of je eventjes wil gaan staan. Dat hoeft niet letterlijk, dat kan ook van binnen. Ja. Als jij heel erg denkt aan, ja, ik ga staan, ik ga staan, ik ga staan. Als degene naast je iets van empathie heeft, voelt hij echt wel, oh, nou, die is gaan staan. Dan ga ik iets vertellen over degene die is gaan staan. En daarna wil ik vragen aan degene die zijn blijven zitten om op deze manier respect te tonen. Ja? Snel beginnen. Makkelijk ook om te beginnen. Ga maar staan als je een man bent. En denk maar eens na wat het voor jou betekent om man te zijn in deze tijd. Die steeds meer dreiging kent. En evolutionair wordt de man gezien als de beschermer. Misschien vinden we dat niet meer, maar evolutionair is dat wel zo. Dat is degene die veiligheid moet verschaffen. Dat is degene die de initiatieven moet nemen. Als je bent blijven zitten, denk na wat het is om man te zijn. Dat hij zich iedere keer maar sterk en stoer voor moet blijven doen. Maar dat hij natuurlijk van binnen best eens een klein jongetje is en af en toe op schoot wil worden getrokken, een knuffeltje wil krijgen en een kusje. Maar als hij erom vraagt, dan wordt hij gewoon keihard in zijn gezicht uitgelachen. Ik zou willen vragen, toon een keer respect. Dank je wel. Ga maar weer zitten. En denk maar eens na, ga maar eens staan als je een vrouw bent. En denk maar eens na wat het voor jou betekent om vrouw te zijn. Hè? Want dat doe je bijna nooit. Nee, een vrouw in deze tijd die steeds meer vraagt om de zachte kant. Er is genoeg van de harde kant. En de zachte kant, ook dat is weer evolutionair nog steeds de vrouwelijke kant. Of je dat nou wil of niet. En daar is steeds meer behoefte aan. De zorgende, de lieve kant. Als je bent blijven zitten, denk na wat het voor zo'n vrouw betekent. Dat ze voelt dat het altijd op haar neerkomt. Als er moet worden geregeld, als er iemand ziek is. Nou, dan moet zij eventjes thuis blijven en haar werk afzeggen om voor de kinderen te zorgen. Het is nooit andersom. En dat een vrouw inderdaad vaker gelijk heeft. En zelf ook wel weet dat ze dat op een zeurderige manier probeert te halen. Ga maar weer zitten. En ga maar eens staan als je hetzelfde werk doet als anderen, maar daar toch maar de helft voor betaald krijgt. En ga maar eens staan als je lid bent van een min of meer succesvolle cabaretgroep. En voor jezelf, van binnen, maar zonder de anderen daarvan op de hoogte te brengen, allang de beslissing hebt genomen om binnenkort een punt te zetten achter de samenwerking. Ga allebei maar weer zitten. Maar ik wil jullie vragen om na te denken over wat het is om een geheim te hebben. Waarmee ik niet wil zeggen dat ieder geheim slecht is. Nee, natuurlijk niet. Een geheim is het laatste wat je echt nog voor jezelf hebt. Dat bepaalt ook je persoonlijkheid. Het zijn goede geheimen, mag je hebben. Maar er zijn ook geheimen waar een ander direct bij betrokken is. Waar je een ander tekort mee doet als je hem daar niet van op de hoogte brengt. Omdat hij dan niet mee kan gaan in het gevoel, in de beslissing die jij al hebt genomen. Dat is toch raar? Die loopt altijd maar achter. Hij voelt wel dat er iets is. Hij vraagt erom, maar het wordt ontkend. Hij gaat zich onzeker voelen. Hij gaat agressief worden. En dan komen de ruzies. Je legt eigenlijk de beslissing bij een ander neer om zelf achter dat geheim te komen. Dat is toch het vervelendste wat je kunt doen voor iemand. Als je denkt, ik ben het echt zat met iemand. Het is klaar. Nou, zeg hem dan recht in zijn gezicht, ik hou niet meer van jou. Dan kun je allebei zorgen of zoeken naar de oplossing. Er zijn heel veel soorten problemen. Heel veel soorten geheimen. Er is ook een geheim
waar je voor schaamt. Dat je denkt, ja, wat stom, ja, met de kennis van nu, dat had ik misschien niet moeten doen. Of je weet dat anderen je daar op aankijken. Ga maar eens staan als je ooit Zwarte Piet hebt gespeeld. U bent meneer Van Slavenburg? Zeg maar Piet. Weet iemand anders dat u hier bent? Ik denk het wel, ik woon hier. Mijn naam is Matt. Mijn naam is De Klopper. En wij zijn van de Binnenlandse Veiligheidsdienst en we willen niet dat u zich heel erg zorgen gaat maken. Maar wij kunnen even niet anders. We willen vragen of u zo snel mogelijk een koffer pakt. Hoogst nodige spulletjes. U weet zelf al waar het over gaat. Ik heb geen flauw idee. 21 november 2016, te Maassluis, de intocht. Er zijn videoopnamen en u staat te huppelen op het dek. U bent herkend. En ik was zo goed geschminkt. Maar u staat op de lijst. Welke lijst? De zwarte lijst. We brengen u zo snel mogelijk naar een safe house. U krijgt een andere identiteit. Een andere identiteit? U heeft een rode neus en een gewei. En vanaf nu heet u Rudolf. Ja, man, het is zo kinderachtig. Ja, ik heb het gezien. Heb je pijn? Ik zie je naar je been grijpen. Nou, ik heb een jicht daarvan, ik kan even niet lopen. Oké, okay, maar... Dus daar zit ik ook in die stoel. Heb je pijn? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Je weet toch wel of je pijn hebt? Nee. Nee, ik heb een hele hoge pijngrens. En hoe weet jij dan dat jij een hele hoge pijngrens hebt? Ja, soms heb ik echt verschrikkelijke pijn, maar heb ik niks in de gaten. Fiek, ja. Wil je even wat drinken voor me pakken? Drinken voor je pakken? Even mijn gitaar. Je gitaar? Ja, ik zit even in de stoel. Doe dat nou niet. Mag ik even een tip geven? Probeer het zelf nog eventjes te doen. Nou, het is een beetje lastig. Ja, een beetje lastig. Je kunt nog wel wat. Maar jij zegt gelijk, ik kan helemaal niks meer. Jij legt het helemaal stil en jij bepaalt eigenlijk de hele tijd het ritme. En dat doe je al jaren. Nou ja. Elke keer als jij iets hebt, dan kunnen wij ook niks meer. Snap je wat je nou doet? Ja, maar... Jij bepaalt gewoon het tempo van deze groep. Ja, maar dat is voor anderen toch niet... Je kunt toch je best doen om... En het is ook evolutionair beter, hè? Survival of the fittest. Ken je niet deze... Dat weet je toch? Je moet ontwikkelen, je moet sneller worden. Je moet je beter aanpassen aan de situatie. Grijp even aan degene die nog wat sneller zijn. Die nog wel iets beter kunnen. Want anders sterven we uit. Snap je? Dan houdt het op voor ons. Is toch niet te geloven, dit? Ed? Ja? Nee, ik hoef niks te drinken. Nee. Survival of the fittest? Ja. Het is toch niet... Nou, mag ik jou een vraag stellen? Waarom kan een luipaard eigenlijk zo ontzettend hard lopen? Nogal makkelijk, omdat hij een antilope moet vangen. Ja. Want die eet hij, maar die zijn ook vrij snel. Dus dan moet je keihard kunnen lopen om te kunnen eten. Ja. Nou, de snelle luipaarden, die vangen een antilope. Maar de langzame eten niks, dus die sterven uit. Ja. Die geven dus de langzame genen door. Nou, sterven uit. Ja. Oké, maar waarom kan een antilope eigenlijk zo hard lopen? Nou, omdat er een luipaard achter hem aan zit. Nou, dan moet je wel snel wegwezen, want die zijn snel. Ja. Nou, de snelle antilopers, die ontsnappen. Dus tuurlijk, die blijven leven. Ja. En de anderen sterven uit. Ja. En dat is die evolutietheorie van je? Ja. Dus ze zijn steeds sneller geworden in de evolutie? Ja. Dus vroeger waren ze langzamer? Ja. Ja, dus nog vroeger waren ze nog langzamer? Ja. Neem ik jou van de lol eens even mee naar het allereerste begin van de evolutie van het luipaard en de antilopen. In die tijd schokte een luipaard op zijn dode gemak achter een wandelende antilope aan. En de antilope die achteraan wandelde, die werd opgegeten. Nou zijn we inmiddels 100.000 jaren zijn we verder. Het luipaard eet nog steeds precies dezelfde antilope. Op het enige verschil is dat ze zich allebei helemaal de pleuris moeten rennen. En dit vind jij dus vooruitgang. Een waardeloze theorie, man. Waardeloos. Laat me jou een andere vraag stellen. Mm-hmm. Als jouw dochter verschrikkelijke pijn heeft, wat is het eerste wat jij denkt? Dan wil ik die pijn overnemen. Precies. Dat kan ik niet aanzien. Dat is degene waar ik het meest van hou. Nou, dan heb ik liever zelf die pijn dan dat zij dat heeft. Om niet te doen. Ja. En als jouw vrouw ligt te bevallen, dan wil je die pijn overnemen. Ja, en daarom is een bevalling voor een vrouw ook veel makkelijker dan voor een man. Ja. Want iemand zien lijden is gewoon het ergste wat er is. Het is verschrikkelijk. Dat is niet te doen. Iemand waar je van houdt is ja, heel moeilijk. Ja, kun je niet aanzien. Nee. En Peter, nou, wij kennen elkaar al bijna 40 jaar. Hè? We zijn al bijna 40 jaar zijn wij vrienden. Ja. En ondanks alles houden we van elkaar. Dus als ik zo'n verschrikkelijke jichtaanval heb, ik heb verschrikkelijke pijn, dan is het eerste wat jij denkt, kan ik die pijn maar overnemen? Nee, niet het eerste. Maar? Nee, maar ik wil het wel overnemen. Ja, maar dat kan niet. Maar dat kan niet. Maar kan niet, hè? Ja. Nee. Jammer, hè? Dat weet ik niet. Weet je wat wel zou kunnen? Ik zou jou gewoon een keer kunnen laten voelen wat ik voel. Dat kan wel. Zou je dat als vriend... He? Uit loyaliteit zou je dat een keer willen voelen.
Ja, dat lijkt me wel leuk. Dat lijkt je wel leuk, ja, zelfs. Ja, dan kan ik echt voelen dat het niks voorstelt. Nou, dus, ik zou zeggen, ga jij maar eens even zitten hier. Ik mag in de troon van de grote aanstellen. Ja, nou, wat ga maar eens even zitten. Leuk, zeg. Ja. Ed, goed, kom maar. Zo. Even zitten. Zo. Lekker. Zo, leg je arm hier maar op. Ja. Okay. We gaan de boel even vastzetten, want anders is het gevaarlijk. Ja, daar gaat-ie. Au, godsamme. Au, mijn schouder, het zit vast. Au, er knakt wat. Zo. Oké. Dan mag je je duim in deze stalen pijp doen. Ja. Ben je er klaar voor? Dan gaan we beginnen. Ja. Diep zo. Voel je al wat? Ja, een beetje. En Peter, die doe ik alleen omdat ik heel erg van je hou, hè? Mijn vrouw spelen? Tuurlijk. Ja. Dankjewel. Lijkt me ook niet zo moeilijk. Je moet me beloven dat je niet gelijk op de kast gaat zitten. Ja. Ha, lieverd. Dag, schat. Ik moet jou wat vertellen. Niks ernstigs, hoop ik. Ik kan niet mee op vakantie. Sorry? Ik kan niet mee op vakantie. Nou, jij kan zeker mee op vakantie. Dat leg ik je eventjes uit. Het hele jaar is alles op mij neergekomen thuis. Je was er gewoon nooit, omdat je tegen niets nee kunt zeggen. Af en toe zei je, ja, maar over 6 weken krijg ik het een stuk rustiger. Het wordt nooit rustiger, want er komt altijd weer iets nieuws bij. En thuis ik maar zorgen en maar regelen. Maar nu is het eindelijk vakantie. En dat heb je beloofd en nou ga je ook mee ook. Het hotel is besproken, de vlucht is geboekt. Kai die verheugt zich er enorm op om zijn vader regelmatig te zien. De hele tijd namelijk. Nou, en daarom ga jij mee op vakantie. Willem gaat dood. Oh, die zag ik even niet aankomen. Willem gaat dood? Willem gaat dood. Wat verschrikkelijk zeg. Verschrikkelijk. Ging het slecht met hem? Een tijdje slecht met hem, toen ging het een tijdje weer beter. Nu gaat het heel erg slecht. Nu heeft de dokter gezegd dat Willem doodgaat. Daarom kies ik ervoor om niet mee op vakantie te gaan. Ik blijf hier. Ik wil erbij zijn als mijn vriend Willem sterft. Ja, wat verschrikkelijk dat Willem doodgaat. Hij is mijn beste vriend. Hij is 55 jaar. Hij gaat dood. Nou, dat is heel erg. Verschrikkelijk. Maar het is geen reden om een vakantie af te zeggen. Dat is het wel. Ik kan hem even niet voor jou kiezen. Ik kan hem even niet voor Kai kiezen. Ik kies nu even voor een ander. Is dat raar? Nee, dat is niet raar. Maar Willem heeft zelf toch ook een vrouw en kinderen? Daar heeft hij nu toch even genoeg aan? Dus ik moet mijn vriendschap inleveren met Willem, omdat Willem vrouw en kinderen heeft? Dat nee, je hoeft je vriendschap feitelijk met... wat je zegt, nee, je hoeft je vriendschap met Willem niet in te leveren, maar je hoeft je vriendschap met je eigen vrouw en je zoon ook niet in dat te leveren. Dat doe ik helemaal niet. Nee. Jullie kunnen gewoon normaal gesproken op vakantie, zoals altijd. Ja. Hè? Het gaat even anders dan anders. Oh, dus we gaan helemaal niet op vakantie? Ja, luister, ik zeg toch jullie... Wie Kai en jij kunnen gewoon op vakantie. Weer Kai en ik. En wanneer kom jij dan? Ik kan misschien later komen als Willem is gestorven. Ja, en wanneer is dat dan? Dat weet je toch niet? De dokter kan het niet zeggen, dan gaat Willem... Nee, de dokter kan het niet precies zeggen, maar hij doet toch wel een prognose? Tussen nu en 30 jaar. Nee. Dat is erg, hè? Mijn beste vriend Willem gaat dood tussen nu en 30 jaar... als hij doorgaat met een levensstijl die hij nu hanteert, heeft de dokter gezegd. Verschrikkelijk. Oh, het was een grap. Oh, je vindt een grap? Wat? Oh. Want ik vind het geen grap, namelijk. Ik lach ook niet. Ja, maar je kunt toch niet een vakantie afzeggen... omdat je een vriend hebt die tussen nu en 30 jaar misschien doodgaat? Ik heb vliegangst. Oh. Ik durf niet meer te vliegen. Nee, maar dat zat erachter. Dat kun je toch gewoon zeggen tegen mij? We gaan niet vliegen. Ik wil niet meer ver weg. Hoeft niet.
Gaan we naar een Waddeneiland of zo? Ik ben depressief, ik zie helemaal niks meer zitten. Ik wil alleen maar in mijn eigen huis blijven. Ach, dat is helemaal niet waar. Je bent altijd vrolijk. Ja, maar depressieve mensen kunnen heel goed de schone schijn ophouden, hè? Nee, dat is toch onzin. Heb jij een geheim? Ik hou niet meer van jou. Ik hou van Willem. Van Willem? Van Willem. Sinds wanneer? Sinds ik hem zag. Van Willem. En van Sascha. Van Sascha, de vrouw van Willem. Eigenlijk hou ik meer van Sascha dan van Willem. Dat is erg, hè? Dat je beste vriend bedriegt met zijn eigen vrouw... en dan gaat hij nog dood ook tussen nu en 30 jaar. Verschrikkelijk, hè? Verschrikkelijk. Ja, maar als jij Willem hebt bedrogen met Sascha... dan heb je mij toch ook al die tijd bedrogen? Jij draait het altijd zo dat het alleen maar over jou gaat! Oké, stop maar tot hier. Joep, wat haal jij uit deze scène? Nou, ik ben natuurlijk geen psycholoog, maar dit ligt er zo duimendik bovenop. Oh ja. Kijk, wat hier aan de hand is... Vigo die probeert hier een relatie te verbreken. Maar de vraag is, welke relatie? Hij heeft het over 30 jaar, 30 jaar. Nou, wij zijn toevallig bijna 30 jaar bij elkaar. Dus we eigenlijk de relatie met ons verbreken. Maar Vigo is een beetje een scheidluis. Die komt het allemaal kutsmoesjes aanzetten, zodat wij de beslissing nemen. Maar zo zijn we niet getrouwd, meneertje Waas. Je zult het zelf moeten doen. Maar wat Vigo zich heel goed realiseert, is dat hij bij ons... is hij al 30 jaar de tussenpersoon. He, de tussenpersoon. En dan functioneert hij eigenlijk best wel aardig. Maar als hij bij ons weggaat, dan zit hij nergens meer tussen. En dan verliest hij eigenlijk gewoon zijn bestaansrecht. Dan blijft er niks van hem over. Dus de vraag is voor Vigo, wat moet hij doen? Hartelijk welkom bij Stand.nl. En de vraag vandaag is, als je heel lang bij elkaar bent, kun je niet zomaar stoppen. We gaan naar de eerste spreker. Ja, met Frank van Zeventer uit Hilversum. Meneer van Zeventer. Ik ben het geheel eens met de stelling. Mensen moeten niet zomaar uit elkaar gaan, moeten juist bij elkaar blijven. Want als je langer bij elkaar blijft, dan bouw je gezamenlijke historie op. Precies. Nou, en dat is het belangrijkste. Wat is nou het meest bindend voor een relatie? Dat is de gezamenlijke geschiedenis die je hebt. En natuurlijk, als je lang bij elkaar bent, dan is er een kans op sleur dat je dezelfde dingen gaat doen. Maar dat los je toch op door steeds nieuwe plannen met elkaar te maken. Ik vind het uitstekend verhoord. Dank u wel. Stand.nl, zegt u maar. Ik ben het totaal oneens met de vorige spreker. En uw naam is? Leo Dompelman. Meneer Dompelman. En u zegt dat als je lang met elkaar bent, dat je dan niet kan stoppen. Nou, dat is de stelling. Maar ik zeg, je kan wel stoppen met elkaar, maar tegelijkertijd kan dit, je kan wel stoppen met elkaar, maar dat kan niet echt. Want er blijft altijd iets hangen van het houden van, je kan wel stoppen met elkaar, maar het houdt niet op. Niet vanzelf. Maar je bent het eigenlijk gewoon helemaal eens met de vorige spreker? Ik ben totaal oneens met de vorige spreker, maar ik zeg er wel bij. Ergens klopt het wel wat hij zegt. Stand.nl, zegt u maar. Met mevrouw van Bokkemaas uit Winschoten. Mevrouw van Bokkemaas. Ik ben het eens met de stelling. Ja. Mensen moeten niet zomaar stoppen. Precies. Mijn man is 3 maanden geleden overleden. En dan denk ik, wie wordt daar nou beter van? Stand.nl, zegt u maar. Met Victor Maas uit Didam. Victor Maas, Didam, Voltastraat 8. Doe nou even je eigen stem, lul. Ja, kijk, ik vind het gewoon heel erg moeilijk... om te stoppen met een langdurige relatie... omdat ik heel onzeker ben over wat er daarna komt. Ik ben ook bang dat ik mensen pijn doe. Ik ben ook bang om mensen te verliezen als ik een langdurige relatie stop. En dan kies ik er vaak voor om zelf de pijn te dragen... van toch maar in die langdurige relatie te blijven hangen. Daarom blijf ik ook vaak veel te lang in langdurige relaties. Maar ik heb er genoeg van. Ik vind 30 jaar met jullie vind ik zat... Zelfs meer dan zat. Ik ga weg. Bij jullie. Ik wil mijn eigen ontwikkeling doorgaan. Ik wil mijn eigen dingen maken. Ik ben zo blij als ik bij jullie weg ben. Dat ik niet bij alles wat ik doe, dat jij of mijn schouders staat mee te kijken. Dat jij... Ga eens van mijn nek af, man. Alles wat ik doe, zitten jullie erbij. Ik heb hier genoeg van. Ik stap eruit en ik...
Ik vind dat jullie mij dit moeten gunnen. En ik vind dat jullie dit moeten zeggen. Uit jezelf. Nu. Meneer de aanvoerder. Meneer de bedwetter. Meneer Waas, de verbinding is helemaal weggevallen. We hebben er helemaal niets van gehoord. Stam.nl zegt u maar. Ja, hier is Joep van Deunenkom. Ah, meneer van Deunenkom, wat leuk dat u belt. Ja, ik wou de stelling daar graag toch wat nuanceren. En dat zijn we van u gewend, meneer van Deunenkom. Want u staat wel bekend als een bedweter. Wat weinig mensen zich realiseren, is dat u het ook echt vaak beter weet. Nou, dat is buitengewoon vriendelijk. Kijk, als je heel lang bij elkaar bent, dan kun je niet zomaar stoppen. En ik had het al over de luipaard en de antilopen. Die zijn bijvoorbeeld al heel lang bij elkaar, al honderdduizenden jaren. En dat lijkt heel vanzelfsprekend. Maar dat is ongelooflijk. Als je daarover na gaat denken, dat is ongelooflijk. Want stel dat die antilopen zich iets sneller geëvolueerd had als het luipaard, dan was het luipaard uitgestorven. En vice versa. Dus als je heel lang bij elkaar bent, dan kun je niet zomaar stoppen, want dan sterft er één uit. Dus ik ben het eens met de stelling. Tenzij een van die luipaarden toevallig een hele nare reumatische aandoening heeft en ze helemaal vol moet stoppen met diekel van nak en prednison om überhaupt te kunnen lopen. Dan mag je namelijk wel stoppen. Maar dan snappen die twee luipaarden wel. En die ene oude antilope. Goed, dan spelen wij nog één keertje Wachten op Godot. Ja, ja. Ha, ik kan de tekst nog uitstekend onthouden. Ja. Alleen, soms eventjes niet. Nee. Nou, maar daarom heb ik jullie ook een oortje gegeven. Ja. Dan zeg ik de tekst voor, jullie zeggen de tekst na. En jullie zeggen de tekst na. Ja. Ja, dat hoeft nu nog niet. Ja, dat hoeft nu nog niet. Nee. Horen jullie me allebei? Luid en duidelijk. Wat zegt hij? Luid en duidelijk. Afgesproken. Alsof wij Wachten op Godot niet meer zonder oortjes kunnen spelen. Nee, maar dat kunnen we toch ook niet meer? Ah, natuurlijk wel. Ach, natuurlijk wel. Het is alleen fijn als vangnet. Het is alleen een vangnet. Kennen de tekst toch prima? Ik ook. Mooi gezegd. Dank je wel. Alsjeblieft. Oké, dus ik zeg de tekst, jullie luisteren. En daarna spreek je. Wat ons betreft hoef je niet alles voor te zeggen. Wij kennen de tekst toch prima. En dat weet ik ook. Ja. Maar, zoals bij de repetities merkste, meestal niet. Ja, maar soms laat ik expres een stilte vallen. Of ik doe alsof. En expres. En alsof. Alsof is ook expres. Dat noem je namelijk acteren. Dan laat ik een dramatische stilte vallen. Kwetsbaar. Breekbaar. Zodat het publiek het zelf kan invullen. Mooi gezegd. Dank je wel. Alsjeblieft. Nou, we doen wel even een testje. We beginnen bij Kom, we moeten gaan. Ja, dat is een mooi stukje. Ja. Kom, we moeten gaan. Dat kan niet. Waarom niet? We wachten. Waarop? We wachten op Godot. Ja, ik deed een stilte. Stilte. Maar ik denk, je weet het niet. Je hoeft niet alles voor te kouwen. Nee, maar we willen ook binnen 4,5 uur naar huis. Ja. Gaan we jagen? Stelletje zeikacteurs. Stelletje zeikacteurs. Wie? Dat is de tekst. Ah, mooi zo. Alsjeblieft. Dank je wel. Mooi gezegd. Nou, laten we beginnen, Toi Toi. Wat zegt hij? Laten we beginnen, Toi Toi. Beginnen? Maar ik kom van de andere kant en ik moet me nog omkleden. Ja, dus ik ga nu snel naar de andere kant. Ja, ik ook. Nee, nee. Jij niet. Jij niet. Oh, dat niet. Ja. Nee. Jij wel. Ja, ik wel, ja. Ja, wel, ja. Nee. Jij niet. Au. Ik niet. Jij niet. Jij niet. Dit is goed. Goed. Vooruit. 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 Ja. Vooruit. Nee. Nee. Achteruit. Achteruit.
Nee! Vooruit, vooruit! Vooruit! Draaien, draaien! Daar draaien! Draaien. En stop! John, jij gaat vooruit. Vooruit. Ko, jij gaat achteruit. Achteruit. Licht, muziek klaar. Doek. We gaan beginnen. Estragon komt op. Dat ben ik. Het heeft geen zin. Het heeft geen zin. Opgelet. Opkomst Vladimir. Opgelet, opkomst Vladimir. Dat begin ik langzaam ook te geloven. Dat begin ik langzaam ook te geloven. Mijn hele leven heb ik geprobeerd het te ontkennen. Denk het bij mezelf, Vladimir, doe een beetje reëel. Je hebt er nog niet alles aan gedaan. Mijn hele leven heb ik geprobeerd het te ontkennen. Denkend bij mezelf... Vladimir, doe een beetje reëel. Je hebt er nog niet alles aan gedaan. Ja, ik denk een stilte. Ga er maar door. Ja, dat weet ik wel. Je hebt er nog niet alles aan gedaan. Nee, omdat ik net pas ben begonnen. Nee. En dan pakte ik de strijd toch weer op. En dan pakte ik de strijd toch weer op. Maar goed, je bent dus weer terug. Maar goed, je bent dus weer terug. Is dat zo? Is dat zo? Wacht even. Je broek zit op je enkels. Wacht eens even. Je broek zit op je enkels. Nee, jouw broek zit op je enkels. Nee, jouw broek zit op je enkels. Cor zegt tegen John dat zijn broek op zijn enkels zit. Cor, zeg tegen John dat zijn broek op zijn enkels zit. Onopvallend. Onopvallend. Oké, geef niks. Doe alsof het erbij hoort, tekst gaat door. Geeft niks. Doe alsof het erbij hoort. De tekst gaat door. Wat stom. Ik word hier te oud voor, denk ik. Ik ga. Dat kan niet. Waarom niet? Waarom niet? We wachten. Waarop? We wachten op Godot. Maar ik mis ze enorm. Sinds zij er niet meer zijn, vind ik er niks meer aan. We waren altijd samen. 30 jaar reisden we langs alle theaters in heel Nederland. Altijd met elkaar, onderweg als vrienden. Hebben overal gespeeld. Overal zo mooi mogelijk gespeeld. En natuurlijk als je programma's maakt. Ja, dan kun je elkaar hard raken door de dingen die je zegt. Je bent op je allerkwetsbaarst. Maar dat doe je om er zo goed mogelijk uit te komen. Om echt tot schoonheid te komen. Opeens was het over. Opeens stopte er één. Stopte er twee. Nu kom ik alleen thuis. Zit alleen op de bank te kijken. Maar ik zie niks. Ik ga alleen naar bed. Ik word in mijn eentje wakker. In je eentje ben je 2 keer zo alleen. Maar nu wil ik het niet meer. Ko, haal hem daar alsjeblieft weg. Ik mis ze zo enorm. En schiet een beetje op. Nee.
Ik ga. Dat kan niet. Waarom niet? We wachten. Ik wil niet meer wachten. Jawel. Wachten heeft alleen zin als erna nog iets gebeurt. Nee. Maar er gebeurt niks meer. Jawel. Het is goed zo. Je hebt gelijk gehad. Je moet. Goed. Hebben we allemaal het gevoel dat we hebben kunnen zeggen wat we wilden zeggen? Nou, volgens mij hebben wij alles besproken wat ik wilde zeggen. Peter? Ja, ik ben blij dat eindelijk is uitgesproken wat ik al die jaren al heb gevoeld. Figo? Ik ben het met allebei precies even eens. Ja, maar wat vind je zelf? Ja, dat vind ik zelf. Oké, dan zijn we eruit. Dan mogen we weg, want dat hebben we in het begin gezegd. Als we eruit zijn, dan mogen we weg. Inderdaad. Oké. Nou, wat zullen we eens gaan doen? Maakt mij niet uit. Ik vind alles goed. Bedenk jij het maar. Ik heb niet speciaal een voorkeur. Eddie? Mijn taart zit erop, zeggen jullie het maar. Ik doe gewoon mee. Ik pas me wel aan. Zullen we iets samen gaan doen? Nou, dat hoeft nu niet speciaal meer. Nee, we kunnen juist dingen apart gaan doen. Of in tweetallen? Laat mij het maar gewoon bepalen. Ja, dan doe ik gewoon wat ik wil. Ik luister toch niet. En anders geven we Eddie de schuld. Ja, dat werkt altijd.